Afgelopen zomer was Dijkhuizen de topkandidaat voor Excelsior. Toen weigerde hij en nu heeft hij een contract getekend tot 2022. En dat is Haaien, de middenvelder bij NAC, overgenomen van ADO Den Haag. En Haaien mag meteen een hoekschop nemen voor NAC. In de beginfase een goede kopbal van Verschuurden en in de tweede instantie Dokkum ook niet. 200% kansen voor NAC bij Excelsior. Verschuurden was dichtbij, maar ook Dokkum. De hoekschop van Haaien, Verschuurden, de Fokkerts, die kiept omdat Dame geschorst is. Ziet de bal twee keer over tegen de lat gaan. Geluk dus voor Excelsior. Opnieuw NAC. Beginfase is voor de ploeg uit Breda. Goed gedaan van Ilić, lekkere steekbal. Van Arnold. Een goal? Nee, het is buitenspel. Wie staat er eigenlijk buitenspel? Van den Kerkhof vindt het een buitenspelsituatie. Maar ja, wie? Dit is volgens mij gewoon een doelpunt. Van Arnold maakt hem wel keurig af. Blijft dus 0-0. Burger, gehuurd van Feyenoord. Burger met een heerlijke steekbal richting Vloed. En Excelsior voor het eerst voor de goal bij NAC. En het is meteen een doelpunt. Vloed niet geliefd in Breda, want daar heeft hij ook een verleden. Zet de thuisploeg dus op een 1-0 voorsprong. Heerlijke balbeheersing van Burger en Vloed met nummer 9 van het seizoen. Opnieuw NAC. Dokkum kijkt. Dokkum geeft hem goed. En de redding is er van de Fokkert. Van der Gaag. Ruststand 1-0 in het voordeel van de thuisploeg. Dat al tijden niet heeft gewonnen trouwens in de competitie. El Alucci. De laatste wedstrijd die Excelsior won was 13 december bij Os. Dat kostte dus uiteindelijk Monies de kop. Na de nederlaag van afgelopen maandag bij Jong PSV. Dit is Swartz. Verhaar. Verhaar. Olij ver uit de goal. Verhaar. En dat loopt goed af voor NAC. Excelsior dan. Aanname is goed van Swartz. En Olij met een fantastische reflex. De kans op 2-0. En zo houdt Olij NAC in de wedstrijd. Dit is goed gespeeld. Van Hooijdonk is er dan bijgekomen. Hij maakte een van de twee doelpunten in de thuiswedstrijd. Die NAC wist te winnen. Dit is het schot van Hooijdonk. En de Fokkert. De doelman bij Excelsior. Omdat Dame dus geschorst is. Naar leiding van de rode kaart. Afgelopen maandag. Inspelen niet goed. En dan in de omschakeling. Excelsior. Mendes Moreira. Erbij gekomen voor Verhaar. Krijgt de bal niet onder controle. Mendes Moreira. Die wordt vastgehouden door Van Arnold. Gezien door Van den Kerkhof. En een strafschop voor de thuisploeg. Dit is Mendes Moreira. Lichtjes aangetikt. En dus de penalty. En Luigi Bruins. Bruins, ja, stuurt de doelman Olij de verkeerde kant op. En zo is het 2-0. NAC zeker niet minder. Maar staat wel achter met 2-0. Op het terugkomstfeestje van Dijkhuizen. De voorsprong voor Excelsior. En de vrije trap El Alucci. Gemist door alles en iedereen. Loopt dit goed af voor Excelsior? Ja, dit loopt goed af. Hij heeft er ook geen geluk mee, de ploeg van deze wijs. De druk van NAC neemt toe. Stokkers er ook bijgekomen. Dokkum, fantastische reflex van de Fokker. En weer waarschuwt NAC Excelsior. Excelsior loopt te ver achteruit. Ja, het is een goede bal van Hooijdonk. En de verdediger notabene. Jan-Paul van Hekken. Het neefje van Jan Poortvliet met de aansluitingstreffer in de slotfase. El Alucci van Hooijdonk. En de Fokkert had hem eigenlijk wel kunnen hebben. We zitten inmiddels in blessuretijd. Is daar de 2-2? Ja, daar is de 2-2. Verschuren. En zo krijgt NAC toch nog wat gerechtigheid ook in deze wedstrijd. Verschuren. De aanvoerder, 2-2, maar het is nog niet gespeeld. Nog verder in blessuretijd, 5 minuten in blessuretijd. Dokkum! Wat een goede reflex van de Fokkert. En zo blijft het dus 2-2.
pakt NAC in de slotfase een punt bij de ploeg van deze Dijkhuizen.